GPT gaat over het vervangen van een koppeling bij een Citroën DS. Voor het vervangen van de koppeling moeten spatborden verwijderd worden, moet de radiator verwijderd worden en moet ook het stuurhuis verwijderd worden. Dit zijn onderdelen waar we allemaal al aparte films van gemaakt hebben en die zullen niet uitgebreid aan de orde komen in deze film. Accupolen losmaken en het systeem drukloos maken. Ik zet het stuur even in zijn rechtuitstand, zo, want dan kan ik goed aftekenen hoe het stuurhuis zit als ik dat straks demonteer. Even schoonmaken. En hier ook. Eventjes markeren hoe alles gezeten heeft. Hier die en ook hier dat. Met deze markering kan ik precies zien hoe het stuurhuis zo zat en hoe de kanteling zat. En ik kan ook precies zien waar de stuurstang erin zat en op welke plek. Die bol eraf haal, dan kan ik misschien iets makkelijker bij dat dingetje komen. Dit boutje moeten we loshalen om het stuur omhoog te kunnen trekken straks. En dat is een M5 boutje, maar met een heel ongelukkig kopje, waar ik dus geen speciaal dopje voor heb. Meestal wordt dat boutje, als hij helemaal los is, eruit gehaald en er een gewoon M5 boutje voor teruggezet. Met dit hulpmiddeltje kan ik de bol eventjes demonteren. Zo, eroverheen. En dan deze M8 vastdraaien, dan klemt hij zich vast. Dit boutje moet ik losmaken, zodat deze klemband losgaat naar onderen kan en dan kan de stuurstang naar boven. De hydrauliekleidingen van het stuurhuis loshalen. Dat zit met een speciaal blokje en twee M5 moertjes. En hier zitten twee O-ringetjes die hem dan afsluiten. Dan ga ik het stuurhuis eruit halen. Zo, die zit los. En die kan er tussenuit. Even de wielen eraf halen. Dat maakt dat ik dichterbij kan staan. Maar zometeen moeten ook de aandrijfassen eruit. Dus de wielen moeten er sowieso af. Nu kan ik overal goed bij en nu moet ik eigenlijk alles wat aan de versnellingsbak zit los gaan maken. Dat betekent dat ik hier de bediening van de versnellingen los moet gaan maken, dit mechanisme. Ik moet de leidingen, de remleidingen naar de remklauwen moet ik gaan losmaken. Ik moet de handremkabels gaan losmaken. Ik moet het vennetje eraf halen
en de V-snaren los, zodat deze nokkenaspoelie eraf kan, want die zit anders in de weg, hier de nokkenaspoelie. Ja, en dan zitten er natuurlijk nog een paar draden en dat soort dingen aan vast. Verder moeten de aandrijfassen losgemaakt worden van de versnellingsbak. Dat kan vrij simpel. Ik maak namelijk hier de klemband van de tripoïde hoes los. En dan kan de tripoïde hoes eraf geschoven worden. En dan kan de aandrijfas eruit geschoven worden. En dan blijft de tripoïde huis aan de versnellingsbak zitten. Ik ga beginnen met de kilometertellerkabel los te maken. Er zit hier een bout die hem borgt, die moet eruit gedraaid worden en dan kan de kabel eruit. En dan trek je zo de kabel met het wormwieltje meestal, die blijft nu zitten, die moet ik eventjes met een magneetje eruit halen. En hebben we de kabel eruit. Zo, dan zet ik die vast weer hier op. Vaak blijft dat hele wormwiel met het plastic houdertje gewoon zitten en kan je los de kabel eruit trekken. Dat is het makkelijkste. Nu ga ik dit deel van de versnellingsbediening loshalen. En dan kan ik deze hele kabel met hefboom demonteren. En hier zit natuurlijk nog een moer achter. De andere bediening van de versnellingen zit met twee M7 boutjes vast en dan komt deze hele hefboom los. Nu zit deze los. Wat ik straks doe is dat ik hem ook nog eventjes, of ik probeer hem hier uit te schuiven zo, dat hij een beetje uit de weg kan. Ik heb hem hier eruit geschoven, zodat hij strakjes, als ik de bak eruit haal, niet zo in de weg zit. Nu ga ik de remleidingen loshalen. Hier is de leiding van de rechter remklauw. En die zit dan natuurlijk met beugeltjes vast tegen het trillen. En van de linker remklauw is het deze leiding. Moet ik eruit halen. En die zit ook weer met een beugeltje vast. Ik zou er ook voor kunnen kiezen om de leidingen links en rechts hier los te halen en dat beugeltje los te halen. Ja, het zijn allebei onhandige plekken. Die krijg ik niet los. Ik kies ervoor om de leidingen toch hier los te halen en dat doe ik bij deze auto nu omdat ik merk dat de wortels bij de remklauw erg droog zitten, zijn en een beetje vastgeroest zitten. En hier is het lekker vet en zitten ze niet vastgeroest, dus krijg ik ze gewoon makkelijk eruit. De steuntjes voor de leidingen moet ik nu losmaken en dan kan ik ze verwijderen. Nu moet ik de handremkabel losmaken en het probleem daarbij is dat hier een veer zit. Die moeten we indrukken en dan kunnen we de kabel hier en daar eruit lichten. En om die veer in te drukken heb ik een stukje gereedschap gemaakt. En dat kan je ook gewoon kopen. En dan is die iets beter als je hem koopt. Om iets meer speling te krijgen op de handrem, zodat ik die kabel er makkelijker uit kan krijgen, stel ik eventjes deze handrem helemaal terug. Dit is de borgmoer en dit is de stelmoer. Dit wordt overigens uitgebreid ook beschreven in onze film over handremblokken vervangen. Er zijn ook mensen die ervoor kiezen om de hele handremtang te demonteren door deze twee bouten los te maken. En dan heb je niet het moeilijke gedoe met die veer en de kabel. Het lastige daarvan is dat over het algemeen deze bouten enorm vastzitten. En aan deze kant lukt dat dan nog wel om los te maken. Maar aan de andere kant kan je er heel slecht bij. En daarom kies ik daar nu niet voor. Omdat ik nu meer speling op die handremblokken heb gecreëerd, kan ik die tang indrukken
Zo. En dan kan ik hier de kabel er uittrekken. En nu kan ik vrij makkelijk die veer er ook tussenuit wurmen met een grote schroevendraaier. Hoppa! Ja. Aan deze kant is het nu veel makkelijker omdat de kracht eraf is. Dus kan ik gewoon hier die buitenkabels eruit trekken. En dan die veer weer met een schroevendraaier ertussenuit prutsen. Gelukt. Ja. Ik ga nu het vennetje eraf halen. Die zit met boutjes kopje 10 hier aan de achterkant vastgeschroefd. En dan kan het vennetje eraf en heb ik ruimte om straks de nokkenaspoelie ook eraf te halen. De vier boutjes zijn los en nou kan het vennetje eraf. Nu moet ik de dynamo eventjes een klein beetje losmaken, zodat hij kan kantelen en ik de V-snaren eraf kan halen. De nokkenaspoelie moet eraf, want een stuk van het versnellingsbakhuis zit nog achter die poelie, dus daarom moet die poelie eraf. Hopen dat hij een beetje losgaat. Dat is ook zo'n jongen die echt enorm vast kan zitten. Maar ik hoor al dat hij losgaat. Moer is eraf. En hij kan dus nu naar voren eraf gehaald worden. Ik heb natuurlijk al deze er eerst af moeten halen. Daar is die. Nu weer even. Of, let even goed op. Hier zit een afstandring. En die zorgt voor de uitleiding van deze poelie ten opzichte van je andere poelies. Dus die ring, die moet je goed bewaren en onthouden dat die daar weer terug moet. Hier zit een steunlager van de nokkenas. En dat steunlager moeten we er ook afhalen. En dan zal je erachter komen dat helemaal daarachter, als straks de bak eraf is, daar ook nog een kering zit. En die moeten we altijd vervangen. Het lager gaat er nu af. Het blijkt zelfs dat ik nog een vulring heb die ik even goed moet bewaren. Voor de zekerheid vervang ik dit lager eigenlijk altijd. Het is erg goedkoop en ik kan er nu bij. Ik moet nu nog een aantal dingen gaan demonteren. De hydrauliekpomp die zit vast aan een steun van de versnellingsbak. Dus die pomp moet eraf. Ook de dynamo heeft zijn steun op de versnellingsbak, dus ook de dynamo moet los. Vervolgens moet ik de hoge drukleiding die hier loopt weghalen, want hier zit het koppelingshuis en dat kan er anders niet langs. Dus die moet ik nog demonteren en ik moet de koppelingskabel die hier erin geschoven zit demonteren en daarvoor moet ik eerst de koppeling terugstellen zodat er speling op komt dat ik hem eruit kan halen. De centrale bout waarmee die vast zit heb ik eruit getrokken en toen viel deze afstandsring ertussenuit. Ook dat is weer een ring om te zorgen dat die pomp, zijn poelie, in lijn staat met de andere poelies. Dus dat is een ring die ik goed moet onthouden waar die zat. Koppeling eventjes terugstellen. Dat is echt heel simpel, hè? De koppeling terugstellen bij de DS. Maar dat maakt dat ik veel vrije slag krijg en dan de koppelingskabel eruit kan haken. Deze pen komt nu los. Even bewaren dat je hem niet kwijtraakt. Dan kan je ook deze veer eruit haken. Let even op hoe die gezeten heeft. En nu kunnen we bij deze triangel hier de kabel eruit haken. En daar in de diepte moeten we dan straks vanaf de andere kant de buitenkabel eruit trekken. Nu de centrale bout van de dynamo loshalen. Omdat de poelie nu weg is, kan ik daar nu lekker bij. Zo.
En zit aan de andere kant, dat kunnen we slecht zien, zit er nog zo'n bout. Maar dat moet even op het gevoel. De hoge drukleiding bij de drukregelaar loshalen. Dat is ook altijd zo'n fijne jongen waar je niet goed bij kan. De steuntjes van de hoge drukleiding losmaken. Erg belangrijk om straks bij monteren die allemaal weer terug te zetten. Omdat die anders makkelijk gaat scheuren door de trillingen. En de leiding kan er tussenuit. Nu ga ik de aandrijfas demonteren. En dat kan ik doen door hier de slangklem van de ashoes van de triboïde kant los te draaien. Dan kan ik de hoes eraf halen. En dan kan je eigenlijk, nadat er aan de naafkant twee kleine boutjes losgemaakt worden, kan je de hele as kan je naar buiten trekken. De klem zit los en dan kan ik de hoes loshalen. Hier bij de naaf moet ik deze twee kruiskopschroefjes loshalen. En dan zal je zien, kan ik de as eruit trekken. Ik heb nu de vering ietsje ingedrukt, zodat mijn aandrijfas zonder knikken zit. De buitenste ashoes, die moet ik eventjes omklappen. En je zal straks zien waarom. Nu kan ik de as eruit trekken. En dan trek je eigenlijk hier de tripoïde uit elkaar. Zo. En daar hebben we de as eruit. En je ziet hier dat die tripoïde kogels los zitten. Die haal ik er gewoon eventjes af nu, om te voorkomen dat ze op de grond vallen en beschadigd raken. Je ziet nu dat de tripoïde dus uit elkaar is en dit deel blijft gewoon aan de versnellingsbak zitten. En hetzelfde doe ik aan de andere kant en dan zijn de aandrijfassen los. Nu de andere as eruit halen. Hier moet je even opletten, dan heb ik hier een doekje neergelegd. De rand van dit gat is vrij scherp en omdat hier de as dieper ligt dan aan de andere kant, moet je daar met die hoes langs. En daar kan je nog wel eens de hoes op stuk maken. En daarom leg ik er ter bescherming even nu een doekje overheen. En weer hetzelfde verhaal eruit trekken en dan zorgen dat ik ook die kogels niet laat vallen onderweg. Het is zo dat de versnellingsbak aan het chassis vasthangt met deze steun. En er zitten hier aan beide kanten drie boutjes. En als ik die dan los heb, hangt in principe de versnellingsbak los. Verder moet ik gaan zorgen dat de versnellingsbak loskomt van het motorblok. En er zit een hele rij rondom M7 boutjes waarmee de versnellingsbak vastgeschroefd zit aan het motorblok. Het blok is altijd een beetje zoeken, maar die ga ik één voor één loshalen. Nou is er een vervelend dingetje, dat ook hier hebben ze de gewoonte, als het origineel is, om op enkele plekken weer zo'n wat we noemen wielenwaalboutje te gebruiken. Dit is een M7 bout waar niet een zeskant kop op zit, maar een kop met twee vlakke kantjes. Daar is een speciaal dopje voor te koop, maar die is vrij zeldzaam en je ziet hier het verschil. De drie startmotorbouten draai ik nu los. Die houden en de startmotor vast en klemmen gelijkertijd de versnellingsbak vast aan het motorblok. Let erop dat de bovenste bouten vastzitten en dat je eerst die onderste eruit haalt, want daar kan je moeilijk bij. En als je deze onderste als laatste losdraait, dan hangt de startmotor daarop en dan blijft het hele stuk moeilijk gaan.
kan er onvoldoende bij. En daarom besluit ik nu toch de handremtang ook weg te halen. Alleen die twee bouten zitten echt vreselijk vast. Hij gaat los. Zo, dit is het laatste boutje wat ik nu eruit haal. Belangrijk om even te onthouden dat hier dus niet een normaal boutje zit, maar eigenlijk een ding met twee kanten een tapeind en dat die op deze plek zit. Dit stukje tapeind is ervoor om straks het steuntje van de hoge drukleiding vast te zetten. Nu zijn alle boutjes waarmee de bak aan de motorblok bevestigd zit los. Nou is het laatste dat ik de steun van de bak aan het chassis los moet halen en dan kunnen we de bak eruit gaan halen. Om straks de versnellingsbak eruit te halen, moet ik bak en motor een beetje kunnen kantelen en moet tijdelijk hier even een steuntje onder zetten. Daarom haal ik deze motorbeplating eventjes weg om dat steuntje eronder te kunnen zetten. Je kan die plaat ook kopen, hè? Nu kunnen de laatste twee bouten van onderaf ook losgedraaid worden. Nu moeten we de bak eruit kunnen halen. De bak is te zwaar om in je eentje te doen, dus daar heb je een tweede hand voor nodig. En dat is gewoon een beetje rommelen. Zo, er is al een end nu. Dan moeten we hem omhoog gaan tillen. Zo. Hij gaat, hè, Ron? Ja, hij gaat, maar ik merk dat ik toch even kan zetten. Zo. En de bak is eruit. Nou kan ik de koppeling drukgroep los gaan draaien en dan kijken hoe de koppelingsplaat eruit ziet. De bestaan afhankelijk van bouwjaar is dit een drukgroep, een vingerdrukgroep. En we hebben ook een ander type bij modernere DS'en, dan is het een diafragma drukgroep. Dus daar moet je bij het vervangen en een nieuwe aanschaffen natuurlijk goed op letten. Drukgroep en de koppelingsplaat. En die koppelingsplaat zie je dat die flink versleten is. Waar zie ik dat nou aan? We zien het hier nog. Er zitten kleine groefjes. Die zijn bijna helemaal weggesleten. Net zo goed bijvoorbeeld als het profiel van je autoband. Wat dus helemaal weggesleten is. En dat is het teken dat deze koppelingsplaat ver heen was. Dit is de nokkenaskering, die zorgt dat er geen motorolie hier doorheen komt. Deze kering is ook berucht dat die kan gaan lekken. En als die lekt, dan lekt er motorolie op je koppeling. Dus bij een koppelingrevisie ook altijd deze kering vervangen. Nu de bak eruit is en ik overal zo goed bij kan komen, ga ik ook kijken, zijn de remschijven nog in orde? Zijn de remblokken in orde? Maar belangrijker nog, zijn de handremblokken nog in orde? Want die handremblokken is echt bij een gemonteerde auto een enorme klus om te vervangen. En nu is het 10 minuten werk om er nieuwe handremblokken in te zetten. Zo zijn er een aantal van die controles die handig zijn om nu te doen en al die onderdelen gelijk te bestellen. Nu de bak eruit is, kunnen we heel makkelijk bij de hoofdbol. Dus het is ook verstandig om die er even af te halen en te testen of die nog op druk is. En als die te weinig druk heeft, een bij te laten vullen of eventueel een nieuwe te kopen. Even de bol eraf schroeven. Allemaal.